Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV. En u heeft hem afgelopen woensdag al kunnen zien latje trappen. Nou, dat ging niet helemaal goed, maar ik weet zeker dat de passie voor het voetbal er nog steeds in zit. Ulrich van Gobbel. Hallo. Welkom. Trainer van Alexandria 2 op dit moment. Ja, ik ben trainer van Alexandria 2. Eerste klas zaterdag. Dus dat ben ik. En hoe, want het is niet je eerste jaar, je hebt je tweede of derde jaar? Het is al mijn derde jaar bij Alexandria. En ja, ik heb prima naar mijn zin. Ik ben daar binnengelopen om eigenlijk in de vorm van stage. Maar in het begin ging de hoofdtrainer van de tweede elftal ging heel snel weg. En ja, de club heeft gevraagd of ik het wou doen en de spelers. En ja, zo ben ik er. Eigenlijk ben ik er een beetje ingerold. Ja, het is een beetje, het begint een beetje traditie te worden bij Alexandria. Eerst Michael Biku, nu jij. Nou ja, dat wil zeggen dat ze het alleen maar goed doen. Hè. Als ze met de ex-Feyenoorders aan de slag kunnen. Ja, ik heb het prima naar mijn zin daar. En ja, smaakt naar meer. Ja, want hoe gaat het op dit moment? Op dit moment gaat het goed. We staan tweede in de competitie. We hadden eigenlijk eerst eens moeten staan, maar ja, dat zegt elke trainer natuurlijk. Maar ja, op dit moment niks te klagen. En je hebt, ja, in mijn beleving een van de beste hoofdtrainers die je in het amateurvoetbal kan hebben, Ben Spork. Ja, nou ja, sinds hij bij Alexandria is, eigenlijk tegelijkertijd samen zijn we daar eigenlijk samen begonnen. Zie dat Alexandria alleen maar in een stijgende lijn gaat. We staan nou, na afgelopen zaterdag niet dan. Maar stonden we stevig in de koppositie. We hebben dan weer twee punten laten liggen. Of verloren afgelopen zaterdag. Maar je ziet wel dat we vanuit de tweede klasse bovenin meedoen. Zowel 1 als 2. En ja, zaterdag het eerste koppositie verloren. Dus dat is jammer. Ja, want het gaat inderdaad bijzonder goed. Toen ik er zelf voetbalde, was het vanuit de vierde klas. Inmiddels is het gewoon een stabiele eerste klasse. We hebben de eerste periode gewonnen. En ook het tweede, wat komt vanuit de derde klas. Inmiddels bovenin de eerste klasse, reserve eerste klas. Ja, we spelen bovenin in de eerste klas. En ja, we hebben het gewoon goed voor elkaar met de ploeg, met de club gaat het goed. De leiding, het klopt allemaal gewoon. En als het klopt, dan kun je ook lekker werken. En wat is de magie, het recept om tot dit succes te komen? Nou ja, ik kom dan zelf, dat hoef ik eigenlijk helemaal niet uit te leggen, dat ik uit het voetbal kom. Maar benaderen alles op hoog niveau. Zowel ik als Ben Spork benaderen alles gewoon op een manier van wijze van werken. Wat we zelf ook hebben geleerd bij ons voetballen. En op die wijze werken wij. En dat werpt op dit moment zijn vrucht af. Ja, want hoe is dat om als, je hebt behoorlijk lang betaald voetbal gespeeld. Om dan bij de amateurs aan de slag te gaan. Hoe is die overgang? Nou ja, kijk, ik benader het altijd zoals ik het zelf altijd benaderd ben. Maar soms moet je er wel rekening mee houden dat iets wat voor mij heel simpel is, dat het voor een ander heel moeilijk is. En daar heb ik soms wel eens moeite mee, maar dan begin ik nou wel te leren dat iets wat voor mij heel simpel is, dat het voor een ander heel moeilijk is. En het is niet voor niks dat ze dan op amateurniveau spelen. Nee, want voor jou was het je werk en voor hun is het een hobby. Ja, maar ook met je hobby. Kijk, het is voor mij ooit ook een hobby geweest. En doordat ik flink aan de weg zat te timmeren en altijd mijn best heb willen doen, zo probeer ik ook uit te leggen aan de jongens. Het gaat maar om 90 minuten. Ik bedoel, je betaalt ervoor om bij de club te spelen. Sommige jongens dan ook weer niet. Dus ik zeg, ja, kom niet alleen naar de club om je kont te wassen. Maak er gewoon het beste van. En dan beginnen ze nou wel door te hebben van, ja, ik kom voor mezelf. Ik wil lekker voetballen. Ja, geef dan ook gas en denk niet van, ja, ik kom alleen om mijn kont te wassen. Je wil het toch een keertje wat winnen in je leven. En dat beginnen ze nou wel te begrijpen. En waar ligt je eigen ambitie als trainer? Ja, zover kijk ik niet. Maar ik zou wel heel graag betaald voetbalcoach op zak willen hebben. En wat heb je op dit moment? Op dit moment nog niks. Dus het is nog een lange weg te gaan, als ik het zo hoor. Er is nog een lange weg te gaan, maar ik ben nog jong. En ik heb me opgegeven dit jaar. Ik sta dan op de reservelijst. Maar misschien begin ik dan in januari gewoon even met de verlengde cursus. En dat ik van daaruit het volgend jaar toch door kan gaan gelijk. Ja, want heb jij bijvoorbeeld een hoe noemen ze dat vroeger, een voorkeursrol? Of moet je gewoon bij TC3 beginnen? Ik mag 2 en 3 mag ik in één keer doen. En dat is het voordeel. Wat ik heb, meer voordeel heb ik niet. Nee. En
Als je dan, want je, dat, die voorkeur die krijg je omdat je een behoorlijke staat van dienst hebt. Hoe kijk je zelf terug op die tijd? En dan bedoel ik Nederlands Elftal, Feyenoord. Ja, nou ja, glansperiode natuurlijk, waar alles gewoon met de wind meeging. Natuurlijk waren er wel eens tegenslagen, maar ja, daar kijk je overheen. De mooie dingen die onthoud je gewoon. Ja, en hoe kijk je naar het Feyenoord van nu? Met gemengde gevoelens. En beschrijf die gevoelens? Nou, ik vind het jammer dat een elftal van Feyenoord op dit moment zoveel minder is dan een aantal jaar terug. Dat is jammer dat je moet vasthouden als club zijnde. Ja, dat is een moeilijk proces natuurlijk. Als je kijkt naar het verleden en de situatie waarin je bent beland. En ik denk dat iedereen terug verlangt naar die tijd, maar die is er niet. Dus je moet het hebben met de jongens die er nu zijn. Gaat dat ook lukken, denk je? Dat weet ik niet. Ik kan niet in de toekomst kijken hoe het met Feyenoord gaat gaan. Natuurlijk, je hoort mijn reactie al dat ik het zonde vind dat het op dit moment zo gaat. Maar ja, kijk, je moet ook heel eerlijk zijn. De jongens zijn jong, moeten nog heel veel leren natuurlijk. Maar in mijn tijd was het wel zo van, je bent jong. Het maakt niet uit hoe jong je er bent. Als je goed bent, moet je er staan en dan moet je er klaar voor zijn. En ik denk dat we dat niet de hele tijd moeten gaan roepen. Ja, die jongens zijn nog jong. Je hebt bijvoorbeeld tegen Ajax gezien, stond iedereen er wel. En het gaat erom van, je bent jong en als je in het eerste staat, ja, dan ben je een volwaardige speler van het eerste. En dan moet je niet meer kijken van, hij is jong en ons daarachter schuilen, dan moeten we mee ophouden. We moeten gewoon gas gaan geven. Ja, en dat is uiteindelijk makkelijker gezegd dan gedaan. Er moeten gewoon mensen op gaan staan. En iemand die op jouw positie staat, Vlaar, daar wordt nu wel tijd voor dat hij laat zien wat die waard is voor de ploeg, denk ik. Nou ja, kijk, als speler zijn kun je altijd een moeilijke periode doormaken. Maar kijk, we beginnen gelijk daar bij Vlaar, het neer te leggen bij Vlaar. Ik vind van, kijk, wij hadden een elftal toen de tijd, daar stonden veel meer jongens op. En het was niet één jongen. En er was misschien één jongen speelde die week een vijf, dan speelde die andere acht voor je. En dan viel het niet op. En om terug te komen op Vlaar. Ja, ik denk niet dat hij het in zijn eentje kan. En ik denk dat Vlaar misschien ook nog heel weinig ervaring heeft. Kijk, ik stond bijvoorbeeld naast De Wolf of naast een Koeman, et cetera, naast de Lokhoff. En wie staat er naast Vlaar om Vlaar ook nog te sturen? Want Vlaar is nog niet zo, hoe moet ik zeggen, dat hij al heel veel wedstrijden in de Nederlandse elftal heeft gespeeld. Dat hij al in het buitenland heeft gespeeld. En hij is ook nog steeds in zijn opbouw. Dus we kunnen hem daar eigenlijk helemaal niet kwalijk over nemen. Nee, eigenlijk heeft El Amadi daar een grotere rol in. Als je naar de staat van dienst kijkt, wel ja. Ja, zeer zeker. Nou, laten we in ieder geval hopen dat, want op de achtergrond is die ronde prachtige Kuip. Dat het in de toekomst beter gaat. Je zit hier bij de Soccer School. Is dat ook iets wat je wil gebruiken om verder te komen? Ja, ik weet niet waar het naartoe leidt natuurlijk. Maar ik vind het hartstikke leuk om met jonge jongens bezig te zijn. En bezig te zijn bij Feyenoord. En ik denk dat ik toch wel de jongens wat bij kan leren, sowieso. En in de toekomst trainer van een van de elftallen van Feyenoord? Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Ik durf het echt niet te zeggen. Het zou wel heel erg leuk zijn, ja. Want wat doe je op dit moment? Op dit moment, ik ben personal trainer en ik doe Alexandria en Fijne Soccer School. Een mooie carrière en een mooie toekomst. Laten we het hopen. Oké, nou, ik wil je heel hartelijk danken voor het gesprek. Ik hoop dat we nog heel veel van je gaan zien, ook in de toekomst. Hopelijk bij Feyenoord ook. En mocht dat niet zo zijn, dan is er vast ergens anders op de velden iets moois. Want de ervaring en het charisma wat jij uitstraalt, denk ik dat mensen daar heel veel van kunnen leren. U ziet deze hele week nog de Feyenoord Soccer School met andere mensen nog. En hopelijk kijkt u dan weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.